Hi, Jacke Meijert hier, internetsuccesgids.nl. Welkom in deze video. Vraag die ik heel vaak gesteld krijg is hoeveel een affiliate marketing sale nou kan gaan opleveren. Het leek me ook wel leuk om daar zo'n video over te maken, want er zijn heel veel antwoorden in mogelijk. Er zit namelijk heel veel verschil in de hoogte van een affiliate commissie. Dus heb je, als je bijvoorbeeld producten op bol.com promoot, commissies van 10 cent of van een paar euro. Maar als je digitale producten op bijvoorbeeld PayPro promoot of Plug & Pay, dan gaat het al gauw in de paar honderden euro's dat je daar zo commissies op kan krijgen. Dus dat verschilt altijd heel erg en ik raad ook echt altijd aan, ook in de coaching en in de cursussen, om echt voor de high ticket affiliate marketing te gaan. Dus echt voor de hogere commissies, simpelweg omdat het relatief makkelijk is om bijvoorbeeld per maand 10 keer 500 euro commissie te scoren. Dus 5000 euro aan de hand van 10 commissies. In plaats van heel veel 10 centjes en zo naar de 5000 euro aan commissies te gaan. En sowieso zijn digitale producten relatief simpel om te promoten. Dus er zit heel veel verschil in de hoogte van de commissies. Wat ik zelf ook altijd heel erg interessant zijn wederkerende commissies die je vaak krijgt bij software. Dus als je bepaalde software promoot of bepaalde diensten promoot, krijg je voor zolang de gebruiker lid blijft of blijft betalen, blijf je dus elke maand commissies scoren. Dus elke maand blijf je dan bijvoorbeeld 50 euro per klant scoren, zolang die persoon lid blijft of blijft betalen voor die software. En zo blijft er dus elke maand nieuwe abonnementen, nieuwe commissies stapelen. En zo groeit jouw passieve inkomen elke maand. Nou, wat ook heel erg interessant is, zijn crypto commissies. Een crypto commissie die je vorig jaar had gescoord kan misschien 5 euro zijn en kan nu misschien 500 euro waard zijn, doordat de hoogte van de bitcoin of de prijs van de bitcoin of andere crypto is gestegen. Nogmaals, ik raad altijd aan om te gaan voor de hogere commissies. Simpelweg omdat het ten eerste makkelijker is en ook omdat het veel meer zoden aan de dijk brengt. Je kan veel makkelijker naar 5 of 10.000 euro per maand met hogere commissies dan met super lagere commissies. Er zit heel veel verschil in en ik raad altijd aan om voor de hogere commissies, sowieso ook voor de wederkerende commissies, te gaan. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Laat zeker even weten in de reacties onder deze video. En dan zie ik je weer in de volgende video.